bij Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een unboxing van Naked. Ik heb echt een mega grote zak mogen ontvangen. Het waren van echt 300-400 euro, waar ik echt heel erg blij mee ben. En ik ga voor jullie lekker alles laten zien. Alles staat in de beschrijving. En ik heb ook een kortingscode. Sorry voor mijn outfit, een beetje bloot, maar ik heb het echt heel erg heet. Ik had net een blazer aan, toen dacht ik... Ik ga het gewoon lekker zo filmen. Als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik weet even niet meer wat ik allemaal heb gekozen. Want ik had het al zo lang in mijn winkelmandje zitten. Maar ik vergat de hele tijd bestellen. Het is in ieder geval heel erg veel. Dus ik ga het lekker openmaken en aan jullie laten zien. Ik zal ook bij alles laten zien hoe het mij staat. En ik zal wat duidelijkere aanbeelden doen. Omdat ik daar vorige keer wat opmerkingen over kreeg. Als eerst heb ik hier een wit item. Oh ja, wat ik namelijk heb is dit topje. Echt super schattig. En aan de voorkant heb je dus twee van die... Ik zal het even laten zien. Twee van die strikjes. Dus je moet wel even kijken wat je eronder doet. Ik hoop... Ja, een BH kan denk ik wel. Maar dat zie je dus wel zitten. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. En ook of een witte BH niet doorschijnt. Ik heb deze in een maatje S. En de stof voelt echt super goed aan. Ik vind echt dat ze steeds leukere items hebben bij Naked. En toen ik deze zag, dacht ik, ja, dit is echt top. En deze hebben ze volgens mij ook in het zwart en in het roze. Oké, dit is het witte topje. Zoals je ziet schijnt hij wel een beetje door. Maar als je je haar zo hebt, dan zie je dat eigenlijk niet. Ik heb er dus nu wel een BH onder. Anders wordt hij wel heel erg bloot. Maar hier zou je dus bijvoorbeeld ook een bralette onder kunnen doen. Ik vind wel een witte BH het mooist. Dan als volgende een super mooi topje. Als tweede zit dit hele mooie topje erin voor uitgaan of voor onder een blazer. In een beetje een satijnen stof. Hij is een beetje beige crème. Heel erg leuk. Deze had ik in een maatje 36. Dat was volgens mij de enige maat die ze hadden. Ze noemde kleur cream. Heel erg leuk. Ik denk dat dit er super leuk uitziet. Ook weer ja, gewoon boven een spijkerbroek of... vakantie als je lekker bruin bent. Ik heb nu op zich wel een kleurtje. Dus ik denk dat dit er al heel erg leuk uitziet. Oké, dit is het mega leuke topje. Je zou er dus ook een jasje overheen kunnen doen. Maar als het heel warm is, is het ook gewoon heel erg leuk om het gewoon zo te dragen. Hij zit heel erg lekker. Ik heb er nu wel een BH onder, maar ik heb de bandjes dan weggedaan. En van de achterkant ziet hij er zo uit. Heel erg leuk. Dan een zwart item. Volgens mij heb ik niet heel veel kleur besteld. Sorry daarvoor. Maar ik draag het gewoon niet zoveel. Dus... ik kan het wel bestellen, maar draag het niet. Oh ja, heel leuk. Wat ik heb besteld is een kort broekje. Ik hoop dat deze gaat passen. Hij ziet er best wel groot uit. Maar het lijkt een beetje op een rokje als je hem zo ziet. Maar het is dus een broekje. En ik had dit nog niet. Dus ik vond dit wel heel erg leuk. Ja, het is dus gewoon een broekje wat hier met een rits dicht gaat. Ja, of hij is net te groot, denk ik. Maar misschien denk ik dat ik alleen maar, want hij moet wel natuurlijk wat hoger zitten. Heel erg leuk. En eigenlijk kan je daar van alles boven doen. Maar ik vind het ook leuk om ook dit weer met een blazer te dragen. Dit is het broekrokje. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Maar het lijkt inderdaad gewoon op een rokje, maar het is een broekje. Super fijn, want het zit ook gewoon wat lekkerder. Hij sluit heel erg mooi aan en ik heb hem ook al best wel vaak aangehad. Heel erg leuk. Dan het volgende. Oh ja, ik weet het alweer. Volgende heb ik weer een wit topje. Heel erg leuk. En hij heeft dus in het midden een beetje dat het... omdat het heel slecht uit mijn woorden met dit soort dingen. Dat het een beetje zo opgetrokken is. En dat is altijd wel heel erg mooi is dat hij hier zit. Het is niet helemaal wit. Wacht, misschien kan ik het laten zien met dat andere topje. Ik weet niet of je het helemaal ziet, maar het is gewoon niet helemaal wit. Ik vind het wel een hele mooie kleur. En ja, gewoon een basic topje. De stof is best wel dik, dus dat is fijn. Ik had deze in een maatje S. Naked valt best wel groot, dus daar moet je rekening mee houden. Dus ik had misschien deze ook wel in een XS kunnen bestellen. Maar heel erg leuk voor boven een spijkerbroek. En ik draag gewoon het liefst eigenlijk lange mouwen. Dan dit superleuke topje. Deze schijnt ook weer een klein beetje door, zoals je kan zien. Maar misschien met een huidskleur BH niet. Ik vind dit echt superleuk. Ik vind het ook gewoon een heel leuk topje. Hij is van zichzelf wat langer, maar ik vind het gewoon leuk om hem in mijn broek te dragen. Weer een soort item. Is namelijk gewoon een flared broek. En ja, een paar jaar geleden droeg ik dit echt elke dag. Maar ik had gewoon eigenlijk geen fijne meer. Toen dacht ik, weet je wat, ik bestel het gewoon weer. Ik heb hem wel in een maatje M gedaan. Maar hij voelt eigenlijk best wel groot. Dus ik weet niet of dat nodig is geweest. Ja, gewoon een prima stof. Heel erg netjes. En ik heb er niet heel veel over te zeggen. De pijpen lopen dus een beetje wijd uit.
En ook dit kan je eigenlijk weer combineren met alles wat ik nu heb laten zien. Heel erg leuk. Maar ik ben dus misschien een beetje bang. Ja, omdat die elastiek heeft kan het misschien wel. Maar dat die misschien een beetje te groot is. Dan nog een hele leuke blouse. Of je houdt je ervan of je vindt het niet zo leuk. Ik vond het er heel erg leuk uitzien. Ik heb deze in een maatje 34. En het is dus echt een ja, spijkerstof. En dan zo'n oversized blouse. Echt super leuk om over je outfit heen te doen. Ik denk niet dat ik hem dicht zou dragen. Hij is van een samenwerkingscollectie. Zo. En ik heb hem dus in een maatje 34. Ik zal hem even... Oh, hij gaat dus met, niet met drukknoopjes, maar met echt normale knoopjes gaat hij open. En ik zou hem dan denk ik gewoon eroverheen dragen. Heel erg leuk. Zeker handig voor in de zomer of als het in de avond dan wat kouder is, dat je dit gewoon mee kan nemen en eroverheen kan doen. Oké, dan dit superleuke jasje. Heel erg leuk voor in de zomer, omdat het nu in de avond gewoon wat kouder is. En dan kan je dit eroverheen doen. Hij is wel echt best wel lang. Want hij is best wel oversized. Terwijl dit gewoon echt een XS was volgens mij. Maar echt heel erg leuk. Misschien ook wel wat leuker met een ander topje. Maar even voor het idee. Dan een blauw item. Om deze kleur er gewoon heel erg leuk uit te zien. En ik had dit topje ook al in een andere kleur. Het is namelijk gewoon een blauw shirtje met een hoge nek. Wat ik wel heel erg mooi vind. En dan is het zo afgewerkt. Oh ja, excuse voor mijn wimpers. Dat was ik nog vergeten te zeggen. Maar ze zijn echt heel erg aan het uitvallen. En hij heeft dus flared mouwtjes. Dus dat is wel echt heel erg schattig. Die horen dus zo. Dit zijn de mouwen. Ik zie wel dat er een klein vlekje op zit. Dus dat is deze heel erg leuk. En deze had ik ook weer in een maatje S. Dit is het blauwe topje. Echt super schattig. Ik vind die mouwen echt helemaal geweldig. En hieronder ook. Je zou hem ook in je broek kunnen doen. Hij schijnt wel een klein beetje door. Maar voor de rest vind ik het echt een heel leuk topje. En ook echt een hele mooie kleur. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan nog een soort leren topje. Ik heb echt heel veel zwart en wit besteld. Maar ja, wat ik heb besteld is namelijk dit topje. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Het kan wel heel leuk zijn, maar ik denk wel dat je er iets overheen moet dragen. En je kan hem dus achter... Kan je hem helemaal open doen met een rits? Ja, je kan hem dus open doen met een rits. Ik had nog niet echt een leertopje, dus dat leek me wel heel erg leuk. Maar ik weet niet hoe dit eruit ziet. Ik heb deze in een maatje 36. Ben heel erg benieuwd. Dus dat is dit topje. En deze was ook echt... Sommige dingen waren echt heel erg in de sale. Dus zeker de moeite om even te kijken, want dan heb je echt voor 10, 15 euro zo'n topje. Dus dat is wel leuk. Dan het leren topje. Dit is eigenlijk het enige wat een klein beetje te strak zit. Terwijl het wel gewoon een maatje 36 is. Het is een beetje jammer. Ik zou hier zelf een blazer overheen doen. Maar het voelt wel heel erg goed aan. Ik heb er nu ook geen BH onder. Maar omdat het een dikke stof is, kan dat eigenlijk wel. Heel erg leuk topje. Dan heb ik nog een groen topje. Ook heel erg leuk. Groen is echt mijn lievelingskleur. Dus met dit soort topjes kan je me altijd blij maken. Het is namelijk deze. Ik heb deze ook weer in een maatje S. En ik vind deze kleur gewoon echt prachtig. Ik vond hem wel wat specialer omdat hij dus hier van die lijnen heeft. Wat ik denk wel mooi hier een beetje benadrukt. Dus dat vond ik heel erg leuk. Ja, dit soort topjes zijn ook gewoon ideaal voor school en stage. Dus ik heb hier niet heel veel over te zeggen. Stof voelt weer echt prima. Echt een dikke kwaliteit. En het heeft dus zo'n ripstofje. Dat vind ik ook altijd wel heel erg mooi. Dus dat is dit topje. Super leuk. Oké, dit topje ga ik sowieso in meer kleuren bestellen. Hij zit echt super mooi. Hij sluit heel mooi aan. Ik vind de kleur echt heel erg leuk. En ik vind het gewoon dat hij dit heel erg mooi benadrukt. Dus dat is deze. Echt super mooi. Dan nog een zwart item. Namelijk een blouseje. En deze was ook in een samenwerking met... Dus ook een samenwerking was deze. Even kijken. En ik dacht deze is wel leuk voor een keer in de avond. Dus, oh, hij heeft een beetje schoudervulling. Nou, ik hoop niet dat het topje doorschijnt, maar anders kan ik er een bralet onder doen. En aan de achterkant is hij dan heel erg mooi. Met een knoopje gaat hij dan zo dicht. Ik vond het wel echt een hele mooie, chique stof. En dat het er heel, ja, gewoon heel luxe uitzag. Hij is wel best wel groot. Ik heb hem ook weer een 36, maar ik bedoel ook best wel lang. Dus daar moet ik even naar kijken. Is het een body? Nee.
Nou, het ziet er gewoon heel erg groot uit. Maar daar moet ik even naar kijken. Ik vind het wel jammer dat er schoudervulling in zit. Want ik weet niet of het dat echt mooier maakt. Maar je zou het er eventueel kunnen uitknippen. Dus dat is wel handig om te weten. Voor de rest was deze was ook echt maar iets van 15 euro. Was ook afgeprijs voor in de sale. Dus dat is ook heel chill. En dan het laatste item dat ik heb. Als laatste heb ik namelijk dit hele leuke grijze topje. En wat het dus speciaal maakt. Je kan dit zo weer helemaal zo om je lichaam heen knopen. En dat vond ik wel heel erg leuker uitzien. Ik heb deze ook in een maatje S. En ik dacht grijs is ook even wat. Niet echt anders. Maar wel anders dan wat ik normaal heb. En de achterkant is dus helemaal open. Wat ook heel erg mooi is. En dan kan je hem dus zo vastknopen met een strik. En dan kan je dat zo om je lichaam heen doen. Wat ik heel erg leuk vind. Natuurlijk wel met deze kleur is dat je heel snel zweetplekken ziet. Maar ja, dat is dan maar even zo. Deze had ik ook in een maatje S. Het grijze topje kan je dus ook nog vaker zo strikken. Dus het is maar net wat je leuk vindt. Aan de achterkant heeft hij dus ook een beetje een open rug. En het touwtje is best wel groot. Dus je zou hem nog meer keren eromheen kunnen doen. Heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg leuk dat hij in een grijs kleurtje is. Want ja, zoiets heb ik nog niet. Nou, dit zijn alle items die ik mocht uitkiezen bij Naked. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, neem zeker even een kijkje in de beschrijving. Of laat een leuke comment achter. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!